hallo. Oh nee, maar vier personen, dat is het toch werkelijk? 4 miljoen! Ja! Moeder, heeft u dat geluksnummer nog? En natuurlijk, ik gooi toch nooit iets mee. Nou, dat zo dan maar dan. Rustig. Het is heel belangrijk. Zou ze het nog hebben? Ja. Waar? Heeft ze het nog? Ja, geloof ik. Ja, dit is hem. Nationale voorjaarsloterij persoonlijk geluksnummer. Ja, 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 ja. Kijk, ja, die doen we. 2. Ja. 0. Ja. 0. 9. Ja. 1. Ja. 1. Ja. 0. Ja. 6. Oh, ja. 2 miljoen. Het is goed. We zijn rijk. We zijn rijk. Het zal wel. Nee, maar oma, notariskantoor van Boshoven, dat is een gerenommeerd kantoor. Ja, die gaan heus niet met zwendelaars in zee. Ja, het is gewoon 100% in orde, oma. Ja, hier met uw vrieskist, ik ga meteen bestellen. Oh, oh, ja. Zou het? Oh, dan kan ik eindelijk zoveel klei kopen dat ik mijn meesterwerk kan volbrengen. Protest van een bezwaarde mammoet, daar heb je heel veel klei voor nodig. Ik kan natuurlijk jetzt zelfs aan de televisieserie gaan produceren. En dan speel ik natuurlijk zelfs de hapdruk. En je hebt het gekend, ik op een matige bed. Mijn betere bed. Alles goed en wel, hè. Maar die kwaliteit van dat biologisch afbreekbare mantelpakje was echt knullen met een rietje. Ach, dat was toch een flauwsnaal. Lieve oma, met 4 miljoen euro kun je elke dag een nieuw mantelpakje voor de rest van je leven kopen. Maar mantelpakjes, ik ben eigenlijk helemaal niet zo gek. Mantelpakjes. Ik draag ze wel, maar om nou te zeggen dat ik er gek op ben, ja, ik heb hem besteld. Oh, en ik heb ook meteen maar even de loodgieter gebeld, want dan kan hij best wel wat doen aan al dat achterstallige onderhoud. Oh, en dat gaat dan door zo'n geluksnummer, hè? Nee, wanneer komen ze eigenlijk met die prijs? Ja, zeg, oma, ja. Ik zal dat geluksnummer maar goed bij me houden. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja. Kijk, kind. Ja, zo doe ik dat. Maar bij het liefste hebben, zo dat tussendoortje. Zo, fabelhaft. Zo raakt een vrouw nooit wat kwijt. Nee. Morgen, ze komen morgen al. Zijn we schatrijk. Jongeman, morgen wil ik schatrijk. Nou, oma. Lieve oma, wij horen toch bij elkaar. Ja, we zijn één grote familie. Ja, oma. Ja, en 4 miljoen is toch niet om op te krijgen? Nee. Nou. Oké. Okay. Ja. Jullie mogen meedelen. Fantastisch. Maar. Ja. Maar. Er wordt geen geld over de balk gegooid. Natuurlijk niet. Nee, dat zou verkwistend zijn. Nee. Natuurlijk, daar beginnen we natuurlijk niet aan. We moeten wel ons hoofd erbij houden. Ja, precies. Als jullie me nu even willen excuseren, ik ga even naar mijn kamer. Ja. Ik ga even liggen. Ik ben toch wel een beetje moe geworden. Ja, helemaal. Ja. Ja, ze komen wel op jaren. Ja, dat had ze vroeger toch niet erg. Nee. Ik heb merken dat ze een dagje ouder wordt. Ja. Maar wij zijn rijk. Ja. Oh, ja. Straks hier wordt je rijk. De hele boel is gesnoeid en omgespit. Het slagveld is klaar voor de volgende veldslag. Goed. Nou, kolonel, dat zal niet meer nodig zijn, hoor. Het goudschip is binnen. Zeg maar, de hele zilvervloot is binnen komen varen. Nou, ik heb het niet zo op die jongens van de marine. We zijn rijk. En natuurlijk zijn we allemaal gelijk. Maar ben je door geluk een stukje rijker, dan ben je ook een heleboel gelijker. Je kunt de hele dag wel lopen zingen, want er is iets romantisch aan onbetaalde rekeningen. Je krijgt toch weer je plots een andere kijk. We zijn rijk.
zat af, je zat af. Je is niet al iemand zo ver om je gaf. Je bent opeens omringd door lieve mensen, die allemaal voor jou het beste wensen. Ze lachen naar je, kijk ze vriendelijk groeten, omdat ze allemaal voor jou wat euro's lenen moeten. Men bent op zich aan in het aardse slijk. Wat is er verder om in geld te zwemmen? Wat kan een saldo jouw geluk verstemmen? Je hoeft niet meer zo om je heen te meppen. Je kunt je geld nu uitdelen met reuze grote scheppen.